Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je ziet kijk je naar een nog make-uploos gezicht. Het leek mij heel erg leuk om een first impression video te maken over deze set. En dit zijn make-up borstels van de Action. Deze borstels die hebben vooral een aantal luxere merken al in het assortiment. En ja, ze zijn best wel prijzig. Ik weet bijvoorbeeld dat Primark ze ook gewoon heeft. En dan koop je ze per stuk. Dus dat valt ook nog wel mee. Maar ik kwam deze set tegen bij de Action voor €3,95. Ik vond dit heel betaalbaar. Ik was altijd al heel erg benieuwd naar zulke borstels om je make-up mee aan te brengen. Of dat dit echt wat zou zijn. Dus het leek mij heel erg leuk om dit te gaan testen. Dus als je benieuwd bent wat ik van deze borstels vind, kijk dan zeker even gezellig mee met deze video. Ik ga de borstels even uit het doosje halen, zodat ik zelf ook even kan voelen wat de kwaliteit is. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit eerder zulke borstels gebruikt van andere merken, dus ik ben wel heel benieuwd. Ik begin even met de eerste. Dit is een vrij klein borsteltje. Hij is op zich nog wel wat breder, zeg maar, aangezien er ook nog een nog kleinere variant in zit. Maar op zich ziet het er best wel goed uit. Ze voelen heel erg lekker zacht. Dat vind ik echt heel, heel erg fijn. Achterop staat ook waar je ze voor kunt gebruiken. De middelgrote ovale borstel is voor contouring, highlighter en concealer. Dus dat is deze. Dan is er ook een grote variant. Ik vind trouwens die zwarte steel die eraan zit ook wel heel erg mooi. Voelt ook weer heerlijk zacht aan. Echt heel lekker. Deze is bedoeld om foundation, shaping, contouring, blushing, strobing en bronzer te gebruiken. Dus ja, je kunt er best wel veel dingen mee doen. En dan heb ik nog de allerkleinste en dat is deze rechte variant. En deze is geschikt voor nauwkeurig oogmake-up, natuurlijke wenkbrauwen en concealer. Natuurlijke wenkbrauwen moet ik zeggen natuurlijk. Ik zei wenkbrauwen geloof ik. Natuurlijke wenkbrauwen. Ze voelen echt heel erg lekker zacht aan. Dus dat vind ik echt een pluspunt. Even kijken wat er verder nog op het doosje staat. Cirkelvormige bewegingen om zacht en gelijkmatig in te blenden. Bij het wisselen van make-up kleuren de borstel schoonmaken. Ja, heel logisch. Tik de borstel af om overtollige vloeistof te verwijderen en laat de borstel helemaal opdrogen. Er staat ook nog wat schoonmaaktips op, dat je het moet regelmatig moet reinigen en zo. Ik ga nu gewoon wat gezichtsmake-up aanbrengen met deze drie kwasten. En ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit, hoe dit gaat werken. Dus laat ik ze dan maar gaan testen. Ik ga beginnen met deze grote borstel en ik ga hier mijn foundation mee aanbrengen. Ik gebruik hiervoor de HD Liquid Coverage Foundation van Catrice in de kleur Light Beige. En ik ga deze gewoon even op mijn gezicht aanstippen met de kwast waar ik het altijd mee doe. En dan ga ik hem inblenden met de borstel. Ook even goed verdelen. Ik weet dat de meeste mensen dit met hun vingers doen, maar ik hou daar niet zo van. Zo.
Nou, dan ga ik hem echt wel proberen om hem met ronde bewegingen te... blenden. Het is wel echt heel erg lekker zacht aan. Ik weet niet of die even egaal is als dat ik het normaal zou doen. Maar ik moet zeggen dat het wel heel, heel zacht aanvoelt. Het voelt wel heel lekker fris aan. Ja, volgens mij zit het er best wel mooi op zo. Nou, ik ben hier best tevreden over. Ik vind het wel, het voelt gewoon heel erg lekker. In ieder geval, je kunt wel echt lekker... We zijn wel echt lekker zacht, dus ja. Op zich vind ik de eerste indruk niet verkeerd. Dan ga ik even door met concealer. De concealer die ik ga gebruiken is de Liquid Camouflage van Catrice in de kleur 010 Porcelain. En ik ga hiervoor dit kleine borsteltje gebruiken, want ik denk dat dit ook wel heel fijn is om onder de ogen te komen. Ik heb even een klein spiegeltje gepakt en dan ga ik het even aanbrengen. Ik doe dit gewoon altijd lekker van op de applicator zelf. Ik ben heel benieuwd of dat kleine borsteltje echt zo geschikt gaat zijn voor concealer. Je kunt er wel mee inblenden, maar ik moet zeggen, het duurt best wel lang. Ik krijg het wel ingeblend, maar ik heb wel zelf heel erg de neiging om er nog met de grote kwast overheen te gaan. En dat ga ik ook gewoon even doen. Om toch eventjes hem helemaal nog, ja, net even wat netter te krijgen. Dat je niet die randjes nog ziet. Dat vind ik toch wat beter. Dan heb ik hem toch nog even iets extra ingeblend. Vind ik toch net een beter effect geven. Het is wel een heel fijn kwastje, maar voor concealer... Of een heel fijn borsteltje, maar voor concealer is hij net, denk ik, wat te klein. Lastig. Nee, voor concealer vind ik hem niet zo handig. Maar misschien voor iets anders dat ik hem wel heel fijn vind.
Dan lijkt deze kwast me wel heel geschikt om te gaan contouren. En ik wil hier dus een bronzer mee gaan aanbrengen. En ik heb gekozen voor een bronzing mousse van de HEMA. Ik ga deze even aanbrengen met een plat kwastje. Want ja, ik ga er gewoon niet graag met mijn vingers in. En dan ga ik hem uitblenden met de kwast. Een beetje langs de neus. Daar is misschien dat hele kleine kwastje wel ook wel weer voor geschikt. Een spiegeltje erbij. Een beetje langs mijn voorhoofd. Zo, dit ziet er wel heel gek uit zo. Onder. Goed. Dan even dichtdraaien en dan ga ik even kijken of dat werkt met dat kwastje. Want ik vind hem er wel heel fijn uitzien voor contouring. Ik vroeg me ook eigenlijk een beetje af of dat het ook zou werken met poederproducten. Dat kan ik nu natuurlijk niet meer testen. Wow, ik ben wel een beetje ver gegaan hierin. Ik ben een beetje te veel aangebracht. Ik moet straks maar even fixen met mijn foundation. Oh, het werkt wel. Je kunt er wel echt mee contouren. Ik weet niet of ik nou de juiste producten ervoor heb gekozen. Want deze loopt wel heel erg uit. Ik vind toch altijd poederproducten wat handiger dan dat vloeibare. Vooral met contouren en zo. Ik zag nou ineens een heel bruin gezicht. Het inblenden is wel echt heel erg fijn, want de kwasten echt super zacht zijn. Nou, ik ga in ieder geval eventjes deze mijn hele make-up look even afmaken. En dan kom ik zo even bij jullie terug om mijn volledige mening te geven over deze kwastenset van de Action. Zo, ik heb even mijn make-up look afgemaakt. En ik ben eigenlijk best wel tevreden over deze brushes. Ze zijn heerlijk zacht. Het uitblenden gaat best wel gemakkelijk. Het is best wel eventjes wennen omdat ik het gewoon nog nooit heb geprobeerd met zo'n borstelset. Maar ik vind voor die €3,95 vind ik het best wel goede borstels. Dit kwastje, borsteltje moet ik zeggen, vind ik nog een beetje uitvinden waar ik hem het beste voor kan gebruiken. Ik denk misschien voor neuscontouring dat hij heel handig zou kunnen zijn. Voor concealer vond ik hem net iets te klein. Je hebt kunnen zien dat ik hem dan toch weer eventjes wilde uitblenden met deze. Maar, en ik denk dat deze misschien ook wel heel geschikt is voor concealer. Maar ik vond deze ook wel fijn om mee te contouren. Dus wat dat betreft vind ik het wel een hele geslaagde set. Zeker als je niet zo heel veel geld wilt uitgeven aan zulke borstels. En je misschien ook nog er nog niet zo bekend mee ben, is het denk ik prima om met zo'n goedkope set van de Action te beginnen. Ik vind de stelen echt mooi. Het voelt ook totaal niet goedkoop aan. En ja, ik vind het wel heel erg fijn setje. En ik ga hier zeker nog, ik ga ze zeker nog veel vaker gebruiken en zeker meer mee proberen. Ik heb nu natuurlijk gewoon gedaan waarvoor ik dacht dat het goed was, want het is een eerste indruk video. Maar mijn eerste indruk is tot nu toe echt super goed. Dus
ja, ik ben er tevreden over. Dan was dit ook eigenlijk gelijk de first impression video van de make-up brushes van de Action. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben ook wel heel benieuwd of jij zelf misschien al zo'n set hebt gekocht. Of dat je van plan bent om zo'n set aan te schaffen. Lijkt me zeker leuk als je dat eventjes laat weten in de comments. Als je nog niet op de hoogte bent van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En zie ik je heel graag weer bij een volgende video. Doeg!